Wij hebben de mogelijkheid gegeven aan Shahid en Samantha om een middagje vrij te hebben. Yeah. Oké, niet kijken, dan ga ik me verstoppen. En gaan we zoeken. 3, 2, 1, kom maar. Heb je je broek gepoept? Oh. Steen, papier, schaar? Wie het moet verschonen? Steen, papier, schaar. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben aan het chillen hier buiten, want het is gewoon super mooi weer en daar willen we natuurlijk van genieten. Dus ik heb mijn bureaustoel even mee naar buiten genomen en ik dacht, ga even chillen. Of nee, toch niet. Ik ga hem inleveren. Ik heb iemand die wel belangstelling heeft voor de bureaustoel. Nou, ik hoop dat die past. Ja, gaat dat lukken? Ja. Pas op dat je hem niet hard dicht slaat, hè? Want ik heb wel eens gezien dat het raam patst. Zo, het is gefixt. En Maiwen die staat klaar met de auto, want we gaan er vandoor. Maar wat een weertje, dames en heren. Ongelooflijk. Ik werd ook een paar keer wakker vannacht met regen, joh. Holy moly. Echt serieus, niet normaal. Zo'n harde regenbui op mijn bakkes. Of nou, eigenlijk niet op mijn bakkes, want ik lag lekker in bedje. Maar normaal gesproken word ik daar nooit wakker van. Maar ik vond het wel lekker, hoor. Lig je zo op bed en dan denk je, keiharde regen. Dat is ook lekker. Jij zei het ook hier tegen mij, hè? Ik zei het vannacht, hè? Hoor je dat? Ja, ik zei het vannacht van, wow, schat, hoor je dat? Het regent zo hard. In ieder geval, we gaan echt iets heel erg leuks doen vandaag. Wij hebben de mogelijkheid gegeven aan Shahid en Samantha om een middagje vrij te hebben. We hebben gezegd, weet je wat? Als jullie een keertje iets leuks willen doen met z'n tweeën. En dan is dat eigenlijk vooral voor Samantha. Want Samantha die zit altijd met de kids thuis. Hadden we zoiets van, weet je, Shahid is altijd voor het werk overal en nergens. Als wij nou een keertje moeten oppassen, laat het weten. Nou, vandaag gaan we dus oppassen op de kinderen een middag. En die gaan we nu van school halen. Superleuk. Ja. Dat is echt geniaal. Dus even kijken, wie gaan we nu van school halen? Milana en Virginio. Ja. Die zitten op dezelfde school, hè? Ja. Luciano die is al vrij, dus die is al thuis, want die was wat eerder vrij vandaag. Ja. En Gio die is later pas vrij, maar die komt gewoon met de fiets naar huis. Dus Milana en Virginio gaan we ophalen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe ze reageren. We hebben natuurlijk wel allemaal leuke spulletjes bij ons in de auto. Ook een paar hele vette nieuwe Knolpower producten, die vanaf nu online staan op knolpower.nl. Dus als je niet kan wachten, check alvast knolpower.nl, dan kan je zien wat het is. En anders dan ga je het straks zien in een vlog als ik het ga geven aan de kids. Dus dat is wel echt super tof. Dus laten we eens even kijken of ze even kunnen ophalen. En of ze zich vandaag een beetje kunnen gedragen. Ja, dat is altijd maar de vraag daar met de kids. Ik heb het gevoel dat toen wij dit vorig jaar deden, toen gingen we ook oppassen. Maar toen kenden ze ons nog niet zo goed. Klopt. Toen luisterden ze heel goed naar ons. Ja, toen was het nog een beetje van, ja, we weten wie ze zijn, maar we kennen ze nog niet zo super goed. Nee. Maar nu kennen ze ons ondertussen wel dik een jaar. Ja, dus nu gaan ze natuurlijk wel onze grenzen testen. Maar daar mogen wij niet... Nee. Hoe zeg je dat? Daar mogen wij niet aan toegeven. Nee, we moeten streng zijn en we moeten goed kunnen optreden als er verschrikkelijke dingen worden gedaan. Wat gaan we dan doen? Dan zeggen we, hey, allemaal op de bank nu. Allemaal naar rij. Nou, we zien wel even wat er allemaal gaat gebeuren vandaag. Maar wordt in ieder geval weer gekhuis, dat weet ik wel. Luciano, hoe is het? Jij komt me terug naar huis. Wat zeg je? Jij komt terug naar huis. Kom jij terug naar huis? Ja, hoe laat dat jullie hierheen komen? Ja, we komen eraan. We zijn er straks. Hé, hey, maatje! Wie is dat? Maatje! Ik luister niet naar mama. Je luisterde niet naar mama? Luisterde jij niet naar mama? Nee. Oh, maar straks komt papa Enzo en die moet je goed naar luisteren, hè? Ja. Ja, goed zo. Ja. Ja. Jeetje, Mina, wat is het in één keer lekker weer, hè? Ongelooflijk. Maar zo voelt dat dus, Maiwen, om kinderen op te halen van school. Ja, ik weet niet of ik dat zozeer wilde. Ik vind dit echt zo'n typisch dingetje. Dan sta je daar zo op het schoolplein met al die moeders en vaders. Ja. We wachten zo. Nou, maar dat moet toch? Je moet toch je kind ophalen? Nee, dan sta je daar met z'n allen. Zelf op de fiets laten gaan. Zelf op de fiets laten gaan. Ja, als 6-jarige. Weet je wat Samantha laat zijn? Waar lijkt dit op? Ja, ik weet het. Ze hebben hem wel geschilderd. Dat is wel beter. Hij was eerst wit. Maar wat Samantha laat zijn? Milana was gewoon alleen naar de winkel gegaan. Dus 5. Ging ze snoepjes halen met haar eigen spaargeld. Ja, maar die winkel is wel echt letterlijk... Ja, maar wel helemaal de weg oversteken en alles. Ja, hè? Dat is waar. Die is echt zelfstandig, hoor. Die kan echt ook wel op de fiets naar school. Nou, hier staan we dan in ieder geval. We zijn aan het wachten. Ik ben benieuwd. We weten
weten niet of ze het weten. Dus we gaan even kijken naar hun reactie. Normaal gesproken worden ze met de fiets naar school gebracht. Maar nu met de auto, zodat wij met de auto ze ook weer konden ophalen. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd of ze weten dat wij ze komen ophalen. Maar dat gaan we vanzelf zien aan hun reactie. We staan wel op de goede plek, want Samantha staat ook altijd zo lekker helemaal achteraan. Dus oké, okay. Nou, ik ben Jana benieuwd. Weet wel dat ze naar achteren komen. Ik ben benieuwd. We gaan even wachten. Ze komen er vanzelf aan, de achter. Is dat serieus al? Ja, dat is echt zo. Wow, dat is wel een goeie. Marvin die zegt, ze mogen pas weg als ze zeggen van ja, ik zie papa of mama. Kijk, en ze ziet mama. Hey! Yeah! Zag je ons al? Ja? Wow! We zijn op de goede plek. En nu nog Virginio, hè? Oh, ik zie hem. Ik zie Virginio. Virginio? Nee! Helemaal zwaaien. Hey, wat heb jij op je gezicht? Krentenbaard. Heb je een paar plekjes? Meer, of niet? En hier ook, en op mijn buik. Oh, wat vervelend. Zal ik dan Virginio zo optillen zoals jij Milana optilt? Ja, papa! Virginio, papa staat hier! Ja, kom papa! Kom papa! Oké, doei! Nou, we hebben de kids, we gaan! Doei school! Hoe was het op school, jongen? Stom! Meen je dat, ja? Ja! Was het stom, hoezo? Ja. Heb je wel een leuke juf? Ja. Oh, dat wel. Oké, okay, dat scheelt. Is een beetje knap? Misschien. Misschien. Stomme vraag van mij, hè? Maar wat heb je gedaan? Heb je getekend? Nee. Wat dan? Moest je wiskunde doen? Nee. Rekenen, bedoel ik? Ja. Ja, rekenen heet dat, hè? Geen wiskunde. Dat krijg je later. Nou, we gaan in ieder geval een leuke middag hebben. Zin in? Ja. Zal ik je een zwembad duwen straks? Als die warm is wel. Is Virginio zwaar? Ik vind Milana al zwaar. Virginio is fucking zwaar. Nou, ik heb Virginio op één arm, dus dat is wel zwaar, ja. Al helemaal naar de training mag van gisteren. Mag je in de man staan? Mag je? Nee, pff, niet zeggen joh, gek. We hebben even snel de auto neergezet. Ja, we staan half legaal, zeg maar. Kijk, hier mag je wel staan, daar mag je niet staan. Dus, nou ja, we vonden het wel best. Oh, hij staat voorin. Nou, prima. Ga ik achterin. Oh, ik moet rijden, zie ik. Ik zie dat Marvin en Milana achterin zitten. Ik heb een cadeautje voor je. Heb ik een cadeautje voor mij? Ja, en van Miron. Wat meen je? Ik heb er twee voor jou. En één van Miron. Wat heb je voor ons? Een cadeautje. Een cadeautje? Oh, ik ben benieuwd. Heb je dit thuis? Nee. In je tas? Echt? Ja. In een mooie knophoudtas. Zo, ik ben benieuwd. Nou, gaan we dat straks zien. Oké, dan gaan we naar jullie huis. Nou, wat was het leukste wat je vandaag hebt gedaan op school, Virginio? Wat was het leukste? Er was toch wel iets leuk op school? Ik kan me niet voorstellen dat je het de hele dag saai vond. Alleen de pauze. Alleen de pauze was leuk. Nou, hebben we in ieder geval iets wat leuk was. En wat jij, Milana, wat ik vond jij? Twee dingen. Twee dingen wat je leuk vond? Ja. De pauze. Kleuren. Kleuren. En de pauze. En de pauze. Nou, dat is toch prima. Dan heb je in ieder geval iets wat leuk is. En met wie speel je dan altijd in de pauze? Weet ik veel. Met iedereen. Met iedereen. Met iedereen die lief doet. Waar moet ik heen, jongens? Behalve Milana. Oh, ik weet het. Waar moet ik heen? Naar rechts? Nee. En daar. Oh, naar links? Ja, naar links. Oké. Okay. We wisten alleen de weg naar jullie school, maar niet vanaf de school naar huis. Helemaal wel. Helemaal niet. Wel, je hebt al een keer... Ja, ik heb hier al een keer opgehaald, maar dan weet ik de weg niet meteen in mijn hoofd. Dat is bijna een jaar geleden. Ja, klopt. Zie je, dat bedoel ik. Dat is een jaar geleden. Nee, mijn geheugen gaat meestal maar 2 uur terug, dus ja. 1080 weken. 1080 weken? Zo, ja. Dat is wel heel lang. Ik weet nog wel dat ik van Nijntje houde. Van Nijntje hield? Ja. Echt? Ja. En nu hou je niet meer van Nijntje? Nee. Nou, oh, wat vind je nu leuk? Pokémon, hè? Ja. Ik ook. Maar ik heb nu nieuwe kaarten. Hele zeldzame. Heb je nu hele zeldzame nieuwe kaarten? Niks zeggen! Uitstappen! Tas niet vergeten! Nou, daar zijn we hoor, dames en heren. Hier gaan we vanmiddag op de kinderen passen. In deze villa. Heb jij de sleutel van de auto's gehad? Ja. Mooi. Wil je hem dan op slot doen? Ik ga poepen. Hallo. Hallo. Anders nemen we jullie wel weer mee. Gaan we naar Zeist. Gaan we naar ons huis. Ja. Hé, er wordt open gedaan. Maar door wie? Hé, hey, ben je er al? Ja. Wil je eerder vrij? Ja. 1 uur. Oh, beter. Matje! Maatje! Hoe is het, maatje? Oh, ben je naar de kapper geweest? Ja. Ja, wat heb je mooie haren. Zo, wat mooi. Wil je mijn pet afdoen? Want ik ben ook naar de kapper geweest. Kijk, ook helemaal kaal. Ja. Wil je naar de
kapper. Zo, dit is wel een beetje gek als ik zo mijn pet op heb. Dan kan ik bijna niks meer zien. Kan je mijn pet wat beter opdoen? Ja, zo is beter. Yo, maat. Ja, hoe is het toppen? Ja, goed met jou? Ja, zeker. Lekker, man. Hij is Manta. Jeetje, wat zie jij er mooi uit. Was goed? Ja, je ruikt ook lekker. Nou, dan gaan we in ieder geval... Jeetje, jij bent wel heel mooi in knolpowerstijl, hè? Ja, dat is allemaal zand. Hé, ja. Ja, jij wil meteen weer naar de kelder voor de auto's, of niet? Maar dat gaan wij straks doen, oké? We gaan eerst even papa en mama uitzwaaien. Kom, maatje. Wat vind je ervan? Ik vind het natuurlijk wel chic, hoor. Het is niet anders als dat vellen altijd. Ik vind dit gewoon... Ja, dat krijg je vaak te horen, dat mensen hem chic vinden. Dat die, hij is wat minder opvallend, waardoor die gewoon best wel, ja, ik weet niet, classy, netjes of zo. Jij vindt het te voorzichtig, denk je? Hè? Ja, ik vind het... Nu is hij mooier, ja, dankjewel. Met de knolpouwtas erop is hij mooier, daar ben ik het helemaal mee eens. Gaat iemand anders erop liggen op Instagram? Ja, mijn moeder, hè. Nee, maar ik vind het wel heel erg nice. En hij is het meest paars als je vanaf de zijkant kijkt. Dus als je hier staat, dan is hij echt compleet paars. Ah, oh, met de zon erop ook, ja. Ja, dus dit ziet er wel heel dik uit zo. Het is wel echt wat donkerder, maar als je hem hier zo vanaf hier zie je hem echt weer dat... Ja, het hangt er vanaf hoe je ervoor staat, hoe je hem ziet, zeg maar, met de kleuren. Ja. Oh, dat is dikke chandelier! Dikke chandelier! Wow! Kom, Luciano. Kom eens bij mij. Ga ik om daarheen? We gaan kijken. Ja, we gaan daarheen. We gaan met de trekkers kijken! Snel kijken met de trekkers. Waar zijn ze? Oh, ze rijden daar weg. Ga maar zwaaien. De trekkers. Oh, jammer. Oh, jammer, hè? Jammer dat ze hier niet langskwamen. Dat is echt... Ja, daar hij draait, hè? Daar zit cement in. Nee. Er zit wel cement in. Dat cement wat erin zit, dat gaat draaien. Omdat als je cement niet beweegt, dan wordt het hard. Jij komt allemaal melk. Melk? Nee, er zit geen melk in. Kom, we gaan weer naar huis. Het zal wel lekker zijn. Dat is wel gaaf, hè? Mag ik op mijn rug? Ja, dat kan toch niet? Ik heb Luciano al vast. Wil jullie een cadeautje zien? Ja, natuurlijk wil ik een cadeautje zien. Ja, dat is goed. Spreken we dat af, oké? Maat, jij gaat er vandoor met Samantha. Nu gaan, want om 3:00 heb ik een restaurantje. Gaan we even lekker lunchen. Oké. En dan om 5:30, 6:00 worden we even lekker gemasseerd. Oh, meen je? Weet je, we gaan naar... Met happy end. We gaan naar... Nou, misschien komen. Ik ga er in de watten leggen, dus... Nee, maar het restaurantje waar ik heen ga is vernoemd naar een hele sterke vrouw. Dus ik denk, daar gaan we heen. Wie? Samantha is gewoon sterk. Het heet Samantha? Nee, Marine of wat of zo. Oh, maar je... Hij is vernoemd naar de eigenaresse, zeg maar, in de tent is vernoemd zeg maar naar een sterke vrouw. Ja, wacht even, kom zo bij je, wacht even. Oké, ze gaat lekker uit eten en een massage. Ja, dus dat gaan we doen. Oké, superleuk. Dus, nou, dat is wel leuk. Een beetje op de kinderen? Papa, ja, en we gaan ons best doen. Ja. Wat zie je? Daar. Wat daar? Ja, dat zijn bandensporen. Zijn dat jouw bandensporen? Weet ik en zo. Oké. Okay. Myron, ja. Dit ga je niet geloven. Wat zij in de snoepjes laten hebben? Oh my god. Wat is dit voor... Hebben jullie gewoon een snoepwinkel of zo? Ja, kijk, hier hebben we de andere afdeling, zeg maar. Oh my god, wat? Zo, maar deze vindt Marion... Helemaal in mijn keel. Had Marion die helemaal opgegeten? Nog een keer. Ga dit opeten. Zo! In één keer. Oké, doei. Veel plezier. Nou, daar gaan ze. Ciao, ciao. Veel plezier vanmiddag. Volgens mij helemaal niks. Zo, nou, daar gaan ze. Wat zei je? Volgens mij hoorden ze helemaal niks. Nee, ze hoorden sowieso niks. Deuren dicht, ramen dicht. Nee, thuis heb ik ook een... En een geluid uit die uitlaat van die auto. Oké, hoe doe ik de garage hier dicht? Deze toch? Oh, die bovenste. Oké, nice. De onderste is voor de andere. Ah, oké. Kan de andere niet dicht doen, toch? Ja, ik ben het met je eens. Wat doe jij, joh, gek? Ga je me nou laten schrikken? Nee, ik heb ook nog cadeautjes. Ja, maar ik heb ook een cadeautje. Nee, eerst bij jou kijken? Wacht, ik word gebeld. Goed, daar ging mijn telefoon. Wat heb je voor cadeautje? Mijn energiekaarten. Ja, die sparen Marion en ik, hè, die energiekaarten. Kijk hoeveel ze heeft. Heel veel. Wat super lief van jullie. Wow. We hebben heel veel bossen opengemaakt. Dat zijn er zoveel. Wat super lief van jullie, zeg. We hebben er nog meer. Deze is van Miro. Kijk dan, Marion. Marion. Wauw, wat mooi. Deze is van jou. Wow. 50-50. Wat lief. Dat is inderdaad 50-50. Mooi gemaakt. Dankjewel, Milana. Hey jongen. Ben je lekker aan het eten? Ben je lekker snoepjes aan het eten? Kan je bij jouw pet? Kan je niet bij mijn pet?
Moet je mijn pet hebben? Ja? Ga je mijn pet pakken? Pak dan. Pak het. Nee, mijn pet! Ik ga hem pakken. Ik ga de pet pakken. Nee, niet wegrennen. Mijn pet. Je hebt mijn pet. Geef mijn pet terug. Ja! Geef mijn pet. Hey. Zo, ik heb hem weer. Goed zo. Oh, wat is dit nou? Squid Game? Hij is aan het huilen. Is hij aan het huilen met Squid Games? Maar dat is toch helemaal niet iets voor jou om te kijken, Squid Games? Nee. Nee, hè? Het is eng. Jij kijkt toch veel liever Paw Patrol? Ja, weet ik wel. Wil je Paw Patrol kijken? Dat is hier het huis. Snap jij wat hij zegt? Nee. Ik ook niet. Oh ja, je bent super slim. Kijk, dit is letterlijk Paw Patrol, dames en heren. Ik kan niet meer spelen nu. Kijk, voor de mensen die het niet weten, dit is Paw Patrol. Dus dat is dat hondendingetje. Ja, kijk. Dat is een soort van serie. Hij zal het vanaf glijden. Oh, de glijbaan is eraf. Maar we kunnen Paw Patrol wel kijken op de tv. Ja. Hij denkt, ga ik kijken of niet? Ja, dat denkt hij, ja. Hij rent toch weer weg, dus ik denk het niet. Hé, dit is ook van Paw Patrol. Ja. Ja, kijk, hier heb je de hondjes. Kijk, dit is toch ook van Paw Patrol? Dit is de cherry. Deze kunnen we nog gebruiken. Gaan we die bakken? Maar wij hebben ook allemaal cadeautjes in de auto liggen, hè, voor jullie. Ja, weet ik al. Ja, maar je weet niet wat het is. Help. Wat dan? Pokémon-kaarten. Nee, het zijn geen Pokémon-kaarten. Nee. Ik heb net wel iets gekregen van je moeder. Die kunnen we nu wel met z'n allen gaan openmaken. Yay! Maar weet je wat het grappige is? Nou? Ik was gisteren bij iemand live en die maakte die toen ook open. Echt? Ik kreeg namelijk net iets van Samantha in mijn handen gedrukt. En die zei, hier, straks voor de kinderen. Kan je met ze openmaken. Geniaal. Kijk eens even. Wow, Dragonite V-Box. Staat achterop. Ja, zullen we dat nu openmaken? Ja. Ja, eerst mijn cadeautjes nog. Oh, heb je nog meer cadeautjes? Ja, drie nog. Nou, de hele aanrecht hier ligt er nu op zich nog wel redelijk netjes bij. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat is aan het eind van de dag. De kinderen zijn nu al helemaal druk. We gaan nu cadeautjes laten zien. Nee, weg nou. Wat weg? Snoepje. Oh, hij wil hetzelfde doen als wat jij deed. Het snoepje. Laat eens zien dan, het snoepje. In één keer? Is snoepje helemaal weg? Oké, Milana heeft cadeautjes. Laat maar zien, Milana. Wat heb jij voor moois? Ja, we gaan het even niet zien. Oké. Ik zie jou, kijk. Kijk er nou. Zie je mij daardoor? Ja. Kijk, er zit van de hand. Zo, er staat een naam ook op, ja. Je naam staat erop. Oh, dat is Milana. Ook dag Myron. Milana staat er. Lijkt op elkaar, hè? En Migrek. Ja. Wow, er zijn veel meer tekeningen. Een boekje. Hebben die allemaal gemaakt vandaag? Nee, dat is er niet. Dat is een vijfbaar. Deze is voor jou. Is deze voor mij? Oh, dat is mooi. Ook een boekje. Oh, dit is ook een boekje. Oh, wat gaaf. Maar dit vind je dus het leukste om te doen op school, tekenen. Kleuren. Ja, toch? Kleuren. Nou, wat super lief. Deze is van mijn Het is een mooi boekje, dankjewel. En wat heb je nog meer voor verrassing? Wow, je hebt gewoon de bal meegenomen naar school. Heb je daarmee gevoetbald? Nee. Oh, maar je nam hem wel mee naar school. Ja, die is voor mij die daar. Maar je hebt de bal meegenomen naar school, maar niet gevoetbald? Nee. Weet je wat ik wel heb gedaan? Nou? In die dingen. Heb je de bal gegooid ergens in? Ja. Ah. Oh, een spelletje. Ja. Oh, dat is zo'n paal. Zo'n paal met zo'n ding. Ja, korfbal. Oh, wat leuk. En dan zitten er meerdere aan. En heb jij misschien ook getekend op de bal? Ja, dat moest. Anders Want ik en Milana hebben dezelfde, toch? Ja. Oh, dus nu weet je dat deze van jou is, want er staat Milana. En op die andere staat Virginia. Oh ja, kijk, er staat Milana. Nou. Jij kan wel je goed, ja? Ja, ogen dicht. Ogen dicht? Deze? Wat betekent je erin? Ogen open? Oké, ga ik mijn ogen open doen. 1, 2. Wat is deze? Is het gordijn weg? Chandeer. En Chandeer. Geen idee wat Luciano wilde, maar... Ja, zullen we deze nu openmaken met z'n allen? Ik ga snel open. Deze niet even doen. Voordat al die kaarten kapot gaan. Oh, dat maakt hem heel mooi open, hè? Hij heeft het over wortels. Niet meer wortels eten en vies. En George, dat is gezond. En George gaat mee eten. Nee, gaat... Oh, gaat geen wortels eten. Nee, George. George is vies. We zijn een beetje anders. Zo, en wat hebben we afgesproken? De grote kaart mag... Milana houden. En de kleine kaart mag Virginia hebben. Ja, geef je die voorzichtig aan Virginia? Nee, en zo. Goed zo, ja. Ik deze. Nee.
gebeurt er van alles tegelijk. Ja. Oké, laten we eens even kijken. We hebben hier 4 pakjes. Wil jij die openmaken? Welke wil jij openmaken van deze 3? Oké, wil jij iets openmaken van dit? Hij is helemaal in Oké, dus jij hoeft niks open te maken. Welke wil jij openmaken? Die, ja. Deze? Ja. Okay. Ja, zullen wij dan deze openmaken? Dit is Enzo. Nou, maak maar open. Ik kan hem open. Ik weet niet of het hem lukt. Nee, dat gaat niet lukken. Zullen we samen doen? Ga maar kijken wat voor kaarten erin zitten. Leg ze maar 1 voor 1 daar neer. Oh, mooie energy kaart. Oh, mooie gele kaart. Oh. Nog een gele kaart. Ja, nog een gele kaart. Groene. Groene, goed zo. Nee. Wat voor kleur is dat? Ik weet het. Heel orange. Oh, laten vallen. Ja, je hebt eentje laten vallen. Oh, dit is hem. Dit is de goeie. Oh, dit is een holo. Kan je dat zeggen? Holo? Holo. Holo. Het is een holo kaart. Holo. En ja. Deze. Zo, kijk dit. Oh, dit is ook een mooie. En zo, nu ga ik hem openmaken. Ja, doe maar. 1 dubbele energy. Wow, die is gaaf. Oh, weer een holo. Ja, 2. Nee, dat is dezelfde als deze. Dit zijn 2 holo kaarten. Bijna 2 dezelfde. Wow. Ja, eentje in de grot en eentje buiten de grot. Ja, ik heb hem opengemaakt voor je, een beetje. Dankjewel. Heb je mooie kaarten? Ja, een beetje. Wow, die is gaaf. Wow, die is mooi, hè? Dat is een hele gaaf kaart. Laat maar zien aan de kijkers wat voor kaart je hebt. Wow, die is vet. Echt niet. Echt wel? Vleden. Nee, die is mooi. Nou, ik vind hem wel mooi. Ik vind hem ook mooi. Nou, Luciano, dat is niet zo moeilijk om te vermaken, want die zit alleen maar op de tablet. Ja. Je hebt wel zeker de hele middag op de tablet, of niet? En ik wil ook een kaart openen. Luciano, in zijn broek. Hé, laat je nou een boertje? Laat je nou een boertje? Wat zeg je dan, pardon? Nu gaat de telefoon. Wat zeg je dan, pardon? Aflopen nu. Heb je gepoept? Nee, niet aflopen. Heb je gepoept? Heb je gepoept? Even ruiken hoor. Even ruiken. Hij is geplakt. Ja. Oh, heb jij gepoept? Nee, heb jij geplakt? Ja, wie gaat het schoonmaken? Nee. En zo. Ja, dat is wel even een goede vraag. Als jij je poepie doet in de luier, wie moet het schoonmaken? Nee, hij kan ook poepen op de wc. Ja, serieus? Ja, met Samantha erbij wel. Ja? Ja. Dus ook met Enzo. Ja. En hij schudt nee. Oh nee, een vinger van afgebroken. Nou, gaat Marvin even een pakje openmaken. Komt het laatste pakje van vandaag. Daar gaat hij hoor. Ik zag er een. Dat is een glimmende. Moet je niet voorzeggen, Milana? Ik zie een randje. Ik zeg dat het een randje is. Die is vet, hè? Het is een dreamball. Oh nee, dat is wel mooi, hè? Ik heb nog meer rotzooi gemaakt. Wow. Ik zei het al! Wat een coole. Wow. Ik zei het al! Nee, ik zei het al. Doe deze naar beneden, doe deze dicht en doe deze omhoog. Oh. Zo ja. Doe je nu een auto er vanaf? Deze. Gaat de vrachtwagen er vanaf? Ja. Oké, doe maar. Hey. Tada! Hij is goed dikke buik. Heeft die beer een dikke buik? Hey! Dan komt hij eruit, hè? Weet ik, nog meer auto's halen. Nog meer auto's halen? En waar gaan we die auto's halen? Weet ik, in de kelder. Gaan we naar de kelder? Nou, kom dan, laat maar zien. Oh, daar heb je een mooie auto. Ja, ga lekker deze spelen. Gaat hij nu met die spelen? Oei, oh, nu weer naar de kelder? Heb ik niet meer één. Oké, voorzichtig van de trap, hè? Ja. Rustig. Echt één, hè? Zie je ook, kijk. Ja, die trap. Kijk daar ligt. Wat zie je daar liggen? Trappen. Dikke tractor? Ja. Wow. Kijk. Laat eens zien dan. Deze. Zo, die is wel dik, hè? Ja. Wow. Oh, die is net te zien. Nee, die heb ik nog niet gezien. Hé, politie. Politiehelikopter. Je bent een boef. Ben ik een boef? Moet ik me verstoppen dan? En dan ga ik mij verstoppen en dan moet jij mij zoeken. Oké, weet je wat we dan gaan doen? Kom maar hier staan en dan doe je handen voor je ogen. En dan ga ik me verstoppen in de kamer en dan moet jij mij zoeken. Ja. Oké? Doe je handen voor je ogen. Zo. Handen voor je ogen. Ook voor die ander. Doe maar zo. Zo schuin zo. Ja, oké. Niet kijken. Dan ga ik me verstoppen. Nee, wachten. Je moet wachten. Doe maar zo. Oké, niet kijken. Wachten. Wachten, Luciano. Wachten. En ga maar zoeken. Oh nee, niet. Sluit me, gooi me niet in de handboeien. Kom met je sloot. Oh, moet ik met je meekomen? Kom met je sloot. Oh, moet ik in de gevangenis? Ja. Waar is de gevangenis? Daar. Daar in de hoek? Oh. Oh. Hey, daar een camera. Ja, nu zit ik in de gevangenis. Ja. Oh. Mag niet rotzooi maken.
Ik mag niet rotzooi maken. Ik weet zeker dat er één iemand hier die rotzooi maakt. Dat was Luciano. Hé hey joh, wil je zomaar een bal naar mij toe? Ja. Wat is dat? Oh, jij was dat. Ik was dat. Ga ik die bal naar hem toe gooien. Ja, mag ik uit de gevangenis? Ja. Zo, hebben we een aanhanger eraan gedaan? Ja, boot. Oh. Boot. Ga je de boot op de aanhanger doen? Ja, kijk opletten. Wow. Kijk, ik kan draaien. Wow, dat is wel gaaf. Neemt u de boot gewoon mee? Pas niet helemaal. Nee? Ja, deze. Pas wel. Pas die wel? Kijk, jij kan wel draaien. Ja. Daar kan mama. Daar kan wel draaien. Goed. High five. High five. Goed zo, jongen. Oh. Goed zo, jongen. Mijn pies dan. Mijn pies. Daar. Daar staat de pies, hè. En pies weg. Nu is pies weg. En daar is hij weer. Pies, hè. Dat doe je zo. Kan je dat? Pies. Wat heb je nu? Oh, die is groot. Daar kunnen veel auto's in. Welke is dat? Porsche. Kan de Porsche erin? Wat nog meer? Is een studio, is een werkgarage. Kijk daar. Ja. Bank. En dat is dezelfde trein. Blauw is. Nee, dat is rood. Niet een rood trein. Ja, het is een rode trein dit. Deze is wit. Ja. Die is witte. En daar kan dit wassen, kijk. Ja. Kan wassen, daar ook een was. Oh, dit kan wassen. Oh, je bedoelt ruiterwisser. Die is ruik. Kijk. Dat is blauw. Oh, zag je dat? Kijk. Wat? Wat is dit? Ik zie het. Het van blauw. Kijk. Ik zie het. De lichtjes, hè? Niet mijn bal eten, hè? Nee, ik ga de bal niet eten, hoor. Nee, vies. Ja, de bal is vies. Die gaan we niet eten. Ogen dicht. Ogen dicht? Oké, okay, ik doe de ogen dicht. En zo. Ja? Open. Moet die open? Kijk. Okay. Kofferbak kan open. Oh, kan de kofferbak open? En wat doe je in de kofferbak dan? Crossmotor in. Crossmotor in de kofferbak? Zo, dan is dat... wel. Past dat, ja? Ik kan hier in kijken. Dat is wel een hele kleine crossmotor dan als die in de auto past, in de kofferbak. Ik heb wel een auto. Ja, maar meestal heb je voor een crossmotor heb je een bus nodig. Nee. Die auto past niet, hè? Nee. Nee, dit doe je wel vaak, hè, dit, Luciano. Mama. Dit. Ja. Ja, dat is een nieuw dingetje van Luciano. Als iets niet lukt of niet past, doet hij dit. Hey, boot. Dat is een mooie boot. Ja, hoe is het? Echt pijn. Oh, heb jij plekjes in je voet? Ik kijk wrijven. Wrijven? Ja, kussen. Je moet ook. Je moet in midden. Moet ik daar zitten? Kijk. Moet ik even gaan kijken? Nee. Zal ik het aan je laten zien? Oh, je kan je voet... Kijk, ik kan ook een foto maken. Kan ik het aan je laten zien? Kijk. Het is bijna helemaal weg. Ja. Ja, het is helemaal genezen. Het is helemaal beter geworden. Kan je het zien zo? Ja, die wel. Ja, hier zie je nog wel een wondje zitten. Ja, die is wel goed. Ja, zullen wij samen een foto maken? Ja. Gaan we met de trekker erop? Kom op een keer. Zie je, die is weg. Wow. Wat ga je doen met die trekker? Kun je geluids maken? Wat vroeg je aan mij? Waar zit geld in? Waar zit het geld in? Oké, dan ga ik even voelen. Ik denk in deze. Laat maar zien. Hey! Oh, daar zit een euro. Oh, maar dit is... Daar zit het meest in. Had ik het wel goed? Mag ik nu dat geld houden? Nee. Zo. We gaan even wat uit de auto pakken, want we hebben dus wat meegenomen. En ik denk dat ze dat wel leuk gaan vinden. Ja, in de kofferbak. Zal ik hem open doen voor je? Ja. Die hele doos is het. Krijg je die mee zo? En daarachter liggen ook nog... Doe ik hem weer dicht, ja? Oh ja, hier liggen ook nog dingen. Die moeten er eigenlijk nog bij. Oh, die zijn er... Oh mijn god, die is helemaal uitgegaan, ja. Lukt dat zo? Ja. Hey, maatje! Grote doos, pas erop. Kijk eens even, een hele doos. Hoppakee. Kijk, limonade voor Virginio. Alsjeblieft. Limonade voor Milana. Dankjewel. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Dankjewel. Alsjeblieft, jongen. En limonade voor Myron. Alsjeblieft. We hebben hier de balletjes. En wat we afspreken is dat een rood balletje is 1 punt. En dat gele balletje 2. 3 punten. Oké. Okay. Oh, ik heb 100.
Nee, dan heb je al gewonnen. En hoeveel punten gaan we tot? Totdat alle balletjes weg zijn. Dus wie het meeste heeft, heeft gewonnen. Dus wat je doet, je laat ook een heel paard los. Dan wachten we tot alle balletjes erin liggen. En dan tel ik 3, 2, 1 af en dan mogen we allemaal gaan pakken, oké? Okay? Maar wat doe je hiermee? Hey, ja, daar moeten ze in doen, volgens mij. We hebben de gebruiksaanwijzing nog. Ja? Ja. Zal ik even kijken? Ja. Ik snap het niet. Het is heel een beetje vaag, maar dit is de gebruiksaanwijzing. Ik denk dat ze hierin moeten. En dan moet je zo één voor één zo erin schieten. En dan proberen te pakken en dan in je eigen bakje. Ja, dat denk ik ook, hoor. Zullen we dan bij iedereen wat balletjes doen? Ja. En als je dan een nieuw balletje in het veld wil hebben, dan druk je hierin erop. Wow, hij schiet gewoon. Ja, hij schoot helemaal omhoog. Oké, dan zeg ik 3, 2, 1. En dan bij 1, dan mag iedereen een balletje erin doen, oké? En dan mag jij op deze gaan doen, Luciano. Ja. Klaar voor? Ja. 3, 2, 1. Ga maar drukken naar beneden. Wow, Gio heeft het veel. Nee, dat zijn puntjes, die hebben we gehaald. Oeh, maar Milana heeft de gele bal. Oké, puntentelling. Balletjes tellen. Oké, en zo. Ik kan mij er bijna niet uit. Hoeveel heb jij er, Gino? Gino heeft er 5. Hoeveel hebben wij er, Luciano? Hoeveel zijn dit? 3. Wow, wat goed. Want Milana heeft de gele bal. 5. Ik heb er ook 5. Heb jij 5? En dan met de gele? En met de gele, die was 3 punten, toch? Zij heeft 7. Milana heeft 7. Zo. Zij heeft 8. Doe eens 3 is de gele en dan plus die andere? 3 plus 4. Ik heb 7. Hoeveel is 3 plus 4? 6. Zit mij. Eentje hoger. 7. Ja, dat heb ik ook net zoveel als haar. Ja. Ik heb ook 7. Dat zijn jullie 2 eerste en dan is Gino tweede en dan zijn Luciano en ik derde. Op het laatste, ja, met 3 ballen. 3 ballen zijn we derde. Op het laatste ging ik ineens heel snel. Ja. Heb ik zo de naam niet. Nou, gaan we nog een keertje. 1, 2, 1, kom maar. Rustig. Hey, ben ik niet hoog? Pak die gele maar. Nee, die gaat nog wel. Milana heeft wel de gele. Kom maar, pak ze. Hij blijft niet hangen. Kom maar, naar beneden. Pak hem, naar beneden. Goed zo. Goed zo. Chaos, chaos. Milana, rustig, rustig. Nou, gaan we hem alweer weer tellen? Milana heeft gewoon weer de gele. Milana heeft alweer de gele, ja. Hoeveel hebben wij er nu, Luciano? Ik heb er 4. 4. Ik heb er weer 7. Maar volgens mij is 7 de max. Hé, hey, we hadden 8. Met de 3 erbij. Maar je kan er meer als ik de gele er nog bij had. Ja, nee. Met de 8. Hey, hoeveel nee, dat is toch 7 ook? Oh ja, dat is wel 7. 7. Je hebt ook weer 7, Milana. 7. Ik ga lopen. Dit is de vals. Paardenpoppers. Paardenpoppers. Nou, Luciano en ik hadden deze keer 4. 4, ja, dat is toch goed? Hé, hey, maar volgens mij is 7 de max. Want bij Gio gaat hij vastzitten op een gegeven moment. Misschien moet ik dan 4 minder erin doen. Ja, dan kunnen we echt goed kiezen. Oké, okay, gaan we weer beginnen? Ja. 3, 2, 1. Ja, klaar. Gaan we tellen? Ja. Maar mijn is kapot of zo. Hoeveel hebben wij er? Ja, kijk, deze zijn kapot. Nee, 4. Ik heb het loopt. Hij is kapot. Hè? Je hoofd is eraf. Ja, mijn hoofd vloog er in één keer af. Kijk, ik heb er 6. Ik bedoel 7. Ik heb maar 6. Wat een chaos spelletje. Dit is wel chaos. Ja. Ja. Hebben jullie zin in het volgende spelletje? Ja. Kwartet? Ja. Waar is Luciano? Hallo? Waar is Luciano? Hé, hey, Luciano! Hé! Hey. Mag jij? Nu ik? Erin. Nu ik erin? Oh! Mag jij? Wat een gekkie, joh. Nou, we gaan nu iets anders spelen. We gaan nu kwartet doen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Even kijken welke ik heb. Welke heb ik met kwartet? Oh, wat een mooie kaarten. Kijk, wat een mooie kaarten. Oh, ik ook. Kip! Ik moet er nog hebben. Dat moet je niet zeggen. Je moet niet zeggen dat ik kip heb. Want straks pakken ze die van me af. Kip? Nee, ik heb geen kip. Kip? Zeg maar aap. Aap. Kip. Nee, dat is geen kip. Dat is een aap. Kip. Heb jij de kip? Luciano, verklap mijn kaarten. Hij zegt de hele tijd kip. Heb je bij bijzondere huisdieren een kip? Nou, hoe zou je dat toch nog weten? Dat weet ik niet. Hè, hoe zou je dat weten? Dat komt door deze kleine boef. Die al die balletjes nu ook door de woonkamer heen smijt.
Ja, Jano, je hebt me geholpen. Nu mag je nog een keer vragen. Nou, vraag nog maar één van bijzondere huisdieren. Want ik heb er nog eentje, maar dan moet je wel een goede raden. Geel. Hier, kijk, ik heb hem. Oh, ik keek te laat. Oei. Ik heb er nog eentje. Oh, te laat. Ik heb er nog eentje. Oh, te laat. Welke heb ik, denk je? Ik weet hem. Het is van bijzondere huisdieren. Bijzondere huisdieren. Oh, dat is de goeie. Oh, dat heb je goed gezien. Nu moet je er nog één. Je mag nog vragen aan iemand anders. Ja. Ze zei dat hij dat de laatste was. Dus. Ja, dus dan moet je het nu aan iemand anders vragen. Ik heb hem sowieso niet. Of hij liegt, kijk zijn gezicht. Ik heb hem sowieso niet, zegt hij. Nee, ik heb hem echt niet. Bij de bijzondere dieren van Junio de Wandeltak. Nee. Die heb je al. Heb je die niet? Nee, die heb ik al. Oh, die heb je al. Oh. Die had ik niet. Oh, had je niet? Dat was een andere. Oh, oké. Okay. Nee, die heb je wel hier. Dit is de wandeling in de tak. Welke heb je dan nog nodig? Want dan moet je eentje vragen die je nog niet nodig hebt. Bij de bijzondere huisdieren in de fret. Heb jij de fret? Nee. Nee? Ik heb geen bijzondere huisdieren. Nou, dan moet je die straks okay. aan iemand anders vragen. Virginia, heb jij van vissen de vijvervissen nee. toevallig? Ik heb geen nee. vissen. Jeetje. Oh. Nina, dan mag je eentje pakken als iemand nee zegt. De eerste beurt. Nu is Milana. Heb jij van konijnen? Konijnen. En wie? Bijvoorbeeld. Aan wie vraag je dat? De rende. De ren. De ren. En wie vraag je dat? Virginio. Oh. Hij heeft hem gewoon. Dat was de enige die van konijnen had. Echt? Nog ja. Eentje, nou, heb je gehoord wat hij zei? Ik had dat was de enigste. Dus je moet nu niet meer aan Virginia te vragen. Milana vraagt de enige. Heel vaak degene terug aan mij. Gio. Heb je van konijnen de? Stampen. Ik heb geen konijnen. Nee. Helaas. Nee, dat mag je niet meer pakken. Ja. Oké, dan ben ik nu. Gio, heb jij van bijzondere huisdieren... Nee, grapje, die heb ik niet. Nee, je mag het niet terugvragen. Nee, weet ik. Virginio, heb jij van katten wilde katten? Ja. Wow! Die is mooi, toch? Wow, die is heel mooi. Maar jeetje, wat een geluk. Dat wist ik oprecht niet. Goed en zo, je moet er nog één. Oké, Milana, heb jij van katten spelen? Ja. Echt waar? Wow. Bijzonder geluk. Even kijken. Enzo, dat is bijzonder geluk. Ja, dat is echt bijzonder geluk. Even kijken, Milana, heb jij van katten... Nee, ik heb geen katten meer. Goed, dan heb ik pech. Enzo, heb jij van honden kwispelen? Nee, ik heb geen honden. Nee. Dan mag je eentje pakken. Wat wordt er aan mij gevraagd? Heb jij van een hamsters rat? Even kijken. Ja, die heb ik. Ja, logisch. En verzorging? Verzorging, die heb ik ook. En ook... Jongen, die heb ik ook. Heb je dan een kwartet? Kwartet. Ja, want ik had die andere drie al de hele tijd vanaf het begin. En je hebt twee kwartets. Ja. Nice. Ik ben Milana aan de beurt. Ja, toch, je kan nog een kaart pakken. Je mag door, hè? Ja. Dat heeft je net ook al gedaan. Hey! Kijk dan. Hey, let op. Maar wacht, kijk. Is het leuk? Is het leuk? Ja, je lukt jou, hè? Oké, wat wil jij vragen? Virginio! Ja! Vissen! Mooi hoor, goed zo! Je hebt één kaart nog, Uno. Ik wil Uno hebben. Heel goed. Zoals jullie zien, dames en heren, we zijn overgegaan van kwartet. Uno! Uno, heb je ook Uno? Oh mijn god, Gio heeft ook Uno. Dit is mijn Uno. Nu ben jij. Wat voor kleur wordt het? Blauw. Geen groen? Ja, waarom zei je niet groen? Vind ik ook. Ja, ik zou ook groen doen. Nee. Nee, geen maar, groen? Maar dan heeft nee. iedereen... Zeker? Als je groen zegt, dan heeft iedereen... 5 euro. Groen. Nee, een grapje. Ja. Wat wordt het, blauw? Ja, blauw. Oké, okay, dan pak ik wel een kaart. Oh. Jij hebt ook geen blauw. Virginio zei blauw. Ik heb geen blauw. De Milana is. Milana. Dat gezicht ook. Blauw, hè? Oeh, jij hebt eentje, ja, hè, Gio? Ben jij nu aan de beurt? Volgens mij wel. Blauw, hè? Nee. Heb jij blauw? Nee. Ja, jij hebt wel blauw aan, maar je hebt geen blauwe kaart dus. Oh. Jij bent Enzo. Nou, jij kan ons goed wel blauw opleggen. Oh, plus 2? Plus 2, je kleine boef. Nou, dan doe ik ook plus 2. Moet Milana 4 pakken. Of heb je... Nou, niet uitlachen zo, hè? Of heb jij heb je ook plus 2? Nee, dan heb je de 3. Nog eentje erbij, heb je 4. Wat voor kleur wordt het? Groen. Groen, oké, okay, dan ben jij. Mag ik er één doen? Nou, ik heb geen groen. Dan moet je eentje pakken. Milana heeft wel groen. Ik denk dat ik met mijn lievelingsgetal ga eindigen. Yeah. Uno! Yes. Nou, dan ben jij, Milana. Kan je opleggen? Als je Uno zegt, dan moet je een kaart pakken. Huh? Wat is dat voor kaart? 1. En hoe heet dat in het Spaans? Staat one. Daar. One? Nee, one is Engels. Heel goed. Maar hoe heet dit in het Spaans?
Niet Uno, staat hier. Uno. Weet ik veel. Je zei het net nog, die één kaart had. Uno. Ja, Uno. Zo. Nee, Uno. Nee, Uno. Maar Uno, Uno, ik weet het niet eigenlijk. Ik ook niet. Uno. 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 Ja, zie je? Uno, dua, tre. Yes. Oké, okay, my minus. Milana heeft er één op gegooid, dus dan gooi ik deze op voor Gio. Plus 2. Oh jee, en zo pak ze camera erbij. Wat betekent dat? Jij bent, daarom ben ik. Ik heb er geen één meer. Ik heb geen zin in. Dan moet je een kaartje pakken. Ik heb geen. Ja, zachtlijn! Zacht! Ben ik? Zoals ik zei, ik eindig met mijn lievelingskaart. 4! Lievelingsgetal. Nee, nee, we gaan nog door. Nee, ik heb gewonnen. Nee, we gaan nog door. Dat is ja, jullie mogen doorgaan op de tweede plek. Ja, is goed. Ja? A few moments later. Nu zijn jullie nog steeds bezig met Uno. Ja. Maar weet je wat mij opeens te binnen schiet? Nee. Hoe laat moest Milana paardrijden? 4 uur. Oh, maar stop. 4:15 moest ze daar zijn. Oh, en het is nu precies 4 uur. Ja. Oh, dan moeten jullie nu snel gaan. Moet jij nu omkleden nee, snel? Het is geen kwartier rijden, toch? Ja, het is 10 minuten rijden. Ja, ik zou wel nu gaan dan. Ja. Nee. Zo. Van alle mensen, onthoud ik dit, hè? En jij had een wekker gezet. Nee, ik had helemaal geen wekker gezet. Nee, kijk, want het is 1:15, dus ik heb helemaal geen wekker gezet, niks. Holy shit. In één keer, nee, want ik ben klaar met spelen, dus ik zat gewoon na te denken. Ik denk, wat gaan we nog allemaal doen vanmiddag? Wat kunnen we nog doen? Toen dacht ik, oh mijn god, Milana moet paardrijden. Maar dan gaan ik en Jurk toch nog verder? Ja, wij kunnen nog spelletjes spelen. Ja, en dan kunnen Maiwen en Milana kunnen dan de paardrijden. Ja, doe jij eens kleren. Mag ik Milana de kaart en dan geef jij die aan Virginia? Oh, ik kan wel verder spelen voor Milana. Ja. Dat is prima. Dan gaan wij nu verder. Dan moet jij even omkleden, Milana. Dan ga je zo weg. Dan gaan we zo meteen weer verder, man. Ja. Piepert. Ja. Dat zeggen we altijd. Dat zei je overal over. Ja, maar Milana is een meisje. Jullie zijn met 3 jongens. Milana is een meisje. Die is wat gevoeliger. Die huilen wat meer. Hè? Ik vind paardentrein toch leuk? Ja, paardentrein. Goed, ik ben blij dat ik Milana overlaat aan Myron. Myron, succes! Doei! Veel plezier! Milana, ga naar paard rijden. Dat is toch leuk? Nee. Ga maar met Myron mee. Dat wordt hartstikke leuk. Wij gaan weer naar binnen, jongens. Kom, tot zo! Zo. Hey, zijn we met jongens alleen? Hey, met de mannen! Hey, we zijn met de mannen! We zijn met de mannen! Hey, met de mannen! We zijn met de mannen, mannen. Hé, mannen, we gaan vlammen, En dat is mijn huis, hè? Hé, Matje! Hé, nu gaan we het echte spel spelen. Ja, we kunnen nog steeds spelletjes doorspelen, wat jullie willen. Nee, dit is net... Wil je weer Uno? Ja. Ja, dat is goed. Nog zo meteen doppelen. Oké. Nee, ik wil nu. Nee, eerst dit doen. Oké. Okay. Gaan we nog een potje Uno? Ja. Ja? Oké, gaan we nog een potje Uno. Beste is ook wel leuk. Let's go. Zo, en Luciano, ja? Daar is een broek. Wat is er? Ja, dat is een grens. Oh, dat is een beetje scherp. Ja. Zal ik een ander bakje voor je pakken? Dat maakt het niet uit. Nee, maakt het jou niet uit? Dan moet je hier niet aankomen, oké? Okay? Ga jij hier lekker chipjes eten? Ik. Ja, dat is een auto. Oh, vrachtwagen. Ga jij hier lekker chipje eten? Nou, dan gaan wij verder met Uno spelen. We hebben allemaal even een lekker bakje chippy voor onszelf. Kijk dan. Oh, lekker limonade, lekker bakje chips. Oh, heerlijk hoor. Jij water. Lekker hoor, ik heb lekker water. Heerlijk. Kijk, voor jou een beetje limonade erbij. Alsjeblieft. Handje. Handje geven? Voor wat? Oh, niet meer. Hoeft dat niet meer? Hé, maar weet je wat misschien een goed idee is? Dat we even lekker naar buiten gaan. Dan gaan we even voetballen of zo. Ja. Kijk, we hebben hier een bal. Laten we even lekker balletje trappen. Ja? Ja, maar wacht even, je moet even sokken aandoen. En even je schoenen. Waar zijn je schoenen? Wil je geen sokken aan met je schoenen? Nee? Laarzen. Oh, wil je laarzen aan? Nee, geen laarzen. Nee, geen laarzen? Niet helemaal niet. Gevonden. Gevonden? Daar. Gaan we die aandoen? Precies. Gaan we die aandoen? Nee, weet ik niet. Nee, welke wil je dan aan? Allemaal gat. Kijken. Oh ja, daar zit een gat in. Kan je doorheen kijken? Nou, welke schoenen wil je aan? Want we gaan naar buiten. Deze. Wil je die aan? Bijna. Bijna gevallen. Hier, ga hier maar zitten. Doe ik je schoenen maar even aan. Luciano. Ja. Kom, ga maar zitten. En naar binnen. Ja. Mijn camera dan. Ja, dat is de camera. Ga maar zitten. Doe ik even je schoenen. Ja, knop houden. Knop houden, hè? Zo. Ja, goed. Goed zo? Dan ga je buiten.
Kom, we gaan naar buiten. Zo, gaan we even lekker. Oh, hoe kan dat in één keer? Van zo'n enorme regen naar kijk dan. Hoe heerlijk is dit? Gaan we even lekker voetballen. Oh, wat doe je nou? Wat is ze? Ga je op de trekker? Kom op, harder, harder. Harder, trappen, 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 trappen. Trappen. Moet ik de bal schieten? Is de pot. Is je benzine kapot? Ja, kijk daar. Moet er meer benzine in? Ja. Nou, ga even tanken dan. Maar waar is de tanker dan? Je moet toch tanken? Daar. Waar is het benzinestation? Nee, die Luciano, die is toch hier? Kom even tanken. Hallo. Hier is het tankstation. Kom maar even tanken. Zo, hij kan echt wel goed rijden. Zie je dat? Hij gaat naar achter. Ga hier maar even tanken. Nee, dit is een wasstraat. Nee, dit is geen wasstraat. Dit is tanken. Oh, tanken. Ga maar even tanken. Deze knolpauwen dan. Dat is ook knolpauwen, hè? Precies op je poepet. Hier, gooi! Weet je wat we kunnen doen? Moet je niet tegen papa en mama zeggen, maar ik doe het raampje open. En dan gaan we een wedstrijdje doen wie als eerste de bal schiet in het raam. Nou, doe maar dan. Oh, dat gaat wel lang duren zo. Hi! Hey, maatje! Hallo, is er niemand thuis? Ja, het is een bal. Het is een bal, hè? Het is een bal thuis. Hallo. Iemand wil wel thuis. Ja, een bal. Ja. Dankjewel. Bam. Oh, nee, nee, nee. Oh. Oeps. Oeps. Yes, je hebt hem. Hij ligt net in de voortuin. Oké, zal ik één keer laten zien hoe je hem in dat raam schiet daar? Nee. Oh, ga je dat zelf doen? Vanaf deze lijn hier zo. Dit is de lijn. Oké, Luciano, pas op hoor. Oh, dit gaat nog wel lang duren. Ja, ik was er bijna. Dit gaat echt lang duren. Ja, wat zit je de hele tijd mijn naam te roepen? Wat is er? Luciano, Luciano. Wat is er? Kijk, hij roept serieus gewoon mijn naam voor mijn naam roepen. Dat is het gewoon. Hij doet verder helemaal niet dat hij iets wil versterken. Hij vindt het gewoon veel te leuk om Enzo te roepen. Enzo, Enzo. Net zoals nu, Enzo, Enzo. En dan zeg ik, wat is er, Luciano? En dan weet hij het helemaal niet. Ik doe het één keertje voor, dames en heren. Zijn jullie er klaar voor? Ja. 1, 2. Bijna. Bijna de camera. Oh, bijna. Nu jij het, Chico. Probeer maar. Enzo. Zo omhoog. Oh, bijna. Bijna. Zag je dat? Ja, nee. Oh, bijna. Oh, iets hoger. Doe jij, Chino. Ja. Ja, omhoog, hè. Goed achter. Oh, hij was zo hoger dan eerst. Goed zo. Hey, los hem. Hij kwam ook weer terug. Zie je, het is mogelijk. Stil je de show weer? Enzo. Bijna, bijna. Bijna. Oké, wil jij weer zien, Virginio? Ja, ik wil weer bij jou. Bijna. Pak hem. Ik zie zelf bijna. Wat een man, hè, die Luciano. Die zit gewoon zijn skelter echt super mooi zo midden in het beeld. Ja, chondeer. Ja, chonderen skelter. Hoppa. Wel, kom op, Gio. Omhoog! Oh, bijna! En daar komt Luciano op de eerste plaats met de chandelier! Woehoe! En ga ze erop! Door, 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 door! Kom op, door, door, door! Ga ze erop! 1, 2. Nog een keer, hij komt terug. Nee, wat je nu doet, dat verpest dit, hè? Nee, dat deed ik net ook toen raakte ik hem. Nee, want je hebt nog geen één keer in het raam geraakt. Oké, ik heb een beetje het idee dat Gio het heeft opgegeven en Virginia al helemaal. Echt niet! Echt wel, want je bent helemaal niet meer serieus, jij. Hey joh, wat doe je? Nou, daar gaat ze met een krukje. Ze rijdt op dat paard. Corrie, ze moet met het krukje opstappen. Volgens mij heeft ze er nu al zin in. Hoppakee. Hey Milana. Zo, deftig hoor. Doe je goed. Ze is klaar hoor, komt ze weer. Ging het goed? Ja. Ja?
Nou, Milana, ik vind dat je het goed gedaan hebt. En hoe reed Corrie? Was Corrie lief? Ja. Ja? Heb je ook nog zonder handen gereden? Ja? Heb je dat niet gefilmd? Volgens mij heb ik dat niet gezien. Maar ik heb wel gezien dat je in galop ging. In galop. Of in draf. Draf heet dat, hè? Ja, in draf. Ja, dat gaat heel goed bij jou. Heet het zo je kontje op? Hup, hup, hup. Oh. Gelukkig heb je laarzen aan. Ja, maar je broek wordt ook nat, Milana. Kom. Jongens, dit komt niet goed. Straks gaat er een van jullie huilen. Dat komt niet goed. Doe nou maar niet. Jongens, jullie lokken het zelf uit. Jij ook nu, Virginio. Dit gaat niet goed komen. Ik zeg het jullie nu alvast, jongens. Kom, gewoon voetballen. Dat is veel leuker. Jongens, kom. Jongens, kappen nou. Kom voetballen. Gio, kappen. Virginio, ook kappen. Jongens. Kijk, daar komt Luciano. Tuut. Tuut, tuut. Wow, wat heb je bij je? Wow, heb je dikke stenen bij je? Zo, je hebt echt dikke stenen bij je, hè? Waar ga je die stenen voor gebruiken? Virginio. Luciano is tenminste vredig aan het spelen. Die jongens niet. Rang. Dit is zo'n mooi contrast. Luciano die gewoon lekker aan het spelen is. En die jongens die aan het stoeien zijn. Ja, dat is een spoor. Dat is een spoor van de plas. Niet te hard, Gio. Gio, niet te hard. Gio, niet te hard. Gio, niet zo hard, Gio. Hij doet steen. Steen. Ja. Tuut, tuut. Nou, gaan we weer voetballen? Zijn jullie klaar? Kappen nou, jongens. Jongens, hé, hey, kappen. Gio, kappen. Nu is het klaar. Nu ben ik ook klaar mee. Nou, ik ga de bal weer in het raam schieten daar. Jo, hé, hey, dat zag ik Gio niet doen. Kom, ik ga de bal weer in het raam schieten. Klaar voor? Komt-ie. Oh, bijna. Bijna. Kom op. Lekker, Luciano. Oké, daar gaat-ie. Niet met de knolpowerbal, maar misschien gaat het lukken. Oh, bijna. Bijna. Oh, bijna. Daar gaat hij, dames en heren. Deze keer wel een knolpowerbal in het raam. Kom op. Oh, zo dichtbij ook weer. Oké, ik ga even naar Luciano toe. Maar eerst deze bal nog één keer schieten. Ah, oh, over het huisje. Helaas. Kom, gaan we even kijken bij Luciano. Nou, dit is wel geniaal hoor, dat grind. Want Luciano die zit daar echt leuk mee te spelen. Zo, dat is een bulldozer, of niet? Ja. Ja, ga je alle steentjes erin doen? Goed zo. Wel een grote steen. Dat is een hele grote steen. Ga je die ook meenemen? Ja. Goed zo. Kijk. Nou, dat is een stukje hout. Ook mee. Goed. Goed. Weer dat duimpje, hè? Goed. Ik moet even weggaan. Ik moet die kant. Ga je er vandoor? Ja, die kant. Oh, moet die vasthouden? Moet ik die vasthouden? Oh, is die eruit gevallen? Ja. Alles is bij jou. Moet ik allemaal bij me houden? Die moet mee. Oké. Okay. Ook mee? Ja. Zo. Ik vind dat echt super mooi om te zien, want Luciano kan zo goed in zijn eentje spelen. Ja, ik kom eraan, Luciano. En Gio en Virginio, die zijn wat ouder, dus die zijn dan echt veel met elkaar aan het ouwe hoeren. Ze zijn aan het stoeien en elkaar een beetje pijn aan doen. Terwijl Luciano super vredig gewoon lekker met steentjes aan het spelen is, met een bulldozer, met autootjes. Zo mooi om te zien. Wil je daar even kijken, Luciano? Want ze zijn daar volgens mij aan het bouwen of iets. Ja, wel. Ja, wil je kijken daar? Ja, oké. Moet ik deze optillen? Lopen. Oké, okay. Nou dan ga ik deze optillen en die zet ik dan voor neer voor je. Zo, bedoel je dit? Ja. Zo schattig. Hij zegt gewoon wat ik moet doen. Hij zegt deze optillen en dan voor op straat neerzetten. Ik ben weer weg, hè? Hier neerzetten? Ja. Zo, kan je nu fietsen? Ja. Jij gaat lopen. Ik ga lopen. Zo schattig zwaaien naar de buren. Hij probeert ook dit het wielies te doen. Zo mooi. Hey, wacht heel even, Luciano. Wacht heel even op mij. Hey jongens. Gio. Virginio. We moeten even je broers halen. Want die moeten wel meegaan. Want ik kan ze niet alleen thuis laten. En dan gaan we daar kijken, ja? Gio. Virginio. Ga je mee? Gaan we even je broers halen. Gaan we met z'n allen even erheen. Kom, gaan we even helemaal naar achter. En dan gaan we even de broers halen. Ga je mee, Virginio? Nou, precies wat ik zei. Virginio aan het huilen. En Gio die is binnen en die gaat serie kijken. Zo. Ik wist ook gewoon precies wat er ging gebeuren. Te veel stoeien, te veel klooien. En op een gegeven moment gaat er één iemand huilen. En dan gaat het mis.
Nou, gelukkig gaat Virginio nu met me mee. En Luciano die vindt het helemaal geweldig. Dus we gaan even verderop kijken bij iets van een kraan of zo met mensen. Oh, dat is de cement. De cementwagen is dat. Oh, dat vindt Luciano sowieso leuk. Die we net zagen. Ja, die we eerder vandaag zagen. Daar zijn ze nu hier mee bezig. Kijk eens even. Gaan we hier zitten kijken? Je moet daar, oké? Pak jij dan je fiets, dan gaan we daar even heen. Dan gaan we daar omhoog staan. Dan kunnen we het beter zien. Ja, ze zijn hier palen in de grond aan het maken. Dus je ziet daar zo'n apparaat en die draait rond. En die draait volgens mij gaten in de grond of palen in de grond. Ja. Mogen we even kijken vanaf daar? Kijk, kunnen we even kijken wat ze aan het doen zijn. Vind je dat mooi? Ja. Kijk, zijn ze bezig met de graafmachine? Zijn ze al zand aan het weghalen? Ja, ik ga aan het boren zijn. Dan gaan ze boren? Ik ga ja, die is het zand aan het weghalen. Weet niet dat er zo veel zand uit komt komen? Nee, bizar. Vind je dat leuk om te zien? Wel. Ja, hè? Wel veel zand ook. Ja, hè? Dat is echt veel zand, hè? Oh, papa, want er water in het oren. Hij gaat een zwembad maken. Gaan ze een zwembad maken? Ja, dat weet ik wel ook. Ja, zo diep is het wel, hè? Ja. Maar ik denk niet dat ze hier een zwembad gaan maken. Nee. Ik denk dat ze hier een huis gaan bouwen. Als wel een vies is. Zwembad? Ja, dan wordt het wel een vies zwembad, hè, als je dit zo ziet. Nee, ja. Ik denk dat ze een huis gaan bouwen. Krijg je nieuwe buren. Zal ik dan hier naast jou komen wonen in de straat? Hé, dan kunnen we vaker spelen. Komt hij heel thuis lopen? Nee, hij is helemaal in de band van het apparaat. Hij gaat helemaal omhoog daar. Enzo. Helemaal omhoog. Ja. Nou, we zijn toch al best wel dichtbij gekomen, hè. Kijk eens even hoe dichtbij we staan. Hoppa. Hier stonden we die toestanden. Door die zandbult. Vind je het mooi? Niet met de honden, dat is heet. Ja, dat is heet. Je moet er niet onder zien te komen, hè? Dat is oud. En zo kan je daar niet. Ja, ik weet niet wat dat is, dat zilveren. Ik weet niet wat dat is. Misschien verpakking van iets wat ze gebruiken. Ja, ze doen allemaal cement. Ze doen er allemaal cement in. Nou, doe eens een dikke wheelie, Luciano. Wow. Ja, nee, mama nog niet. Jawel. Nee, Miron is weer terug. Oh. Oh. Ik zie een auto. Ja, Miron en Milana zijn weer terug. We hebben een probleem. Dan? We moeten denk ik even steenpapier schaar doen. Steenpapier schaar? Ja. Oh, ik weet al wat er is. Wat dan? Luciano heeft in zijn broek gekakt. Ja. Ik rook zo'n vieze lucht. Ik denk, ik ga het even checken voor de zekerheid. Dus steenpapier schaar? Of zal ik het schaar? Doen? Ja, dat is goed. Niet te doen. Nee, hoef ik het niet te doen? Nee. Waarom niet? En zo, het stond. Nee, hey, maatje, heb je je broek gepoept? Oh. Je moet wel zeggen tegen Enzo of Miron. Ja, we gaan het fixen, ja? Komt goed. We gaan jouw lui verschonen, maar we gaan alleen nog even kijken wie het gaat doen. Oké, steenpierschaar? Ja, is goed. Ja? Wie het moet verschonen? Hij is al naar boven. Is het de eerste meteen? Ja? Ja, steenpierschaar. Let's go, Marjorie, let's go! Dus jij moet, nee, grapje. Nou, dan gaan we even kijken hoe Marjorie dat gaat doen. Ja, ik kan dat wel hoor. Oh, wat ben ik hier blij mee? Ja, dat dacht ik al. Zo typisch ook weer, hè? Zo, gaan we eens even kijken hoe Marjorie dat gaat doen. Hey, Maartje! Hey, heb jij je broekje gepoept? Ik zei dat ook al. Hey, heb je je broekje gepoept? Ja, je hebt zoveel auto's, niet normaal. Zo, oh mijn god, deze heb ik gewoon thuis. Wat? Hoe geniaal. Die heeft hij gewoon in het klein. Ja. Kijk. Kom, we gaan je lui verschonen. Of tenminste, Marjorie gaat dat doen. Handjes achter je hoofd. Zo, het stinkt wel echt erg hoor. Oh. Ruik je dat al? Ja. Je hebt goede poep gedaan, of niet? Je hebt echt hele goede poep gedaan. Onderbroekje uit. Hoppatee. Die is nog wel schoon, gelukkig. Kijk hem ook mooi de handjes achter zijn hoofd doen. Eigenlijk had Enzo het moeten doen, hè? Oeh! Ja, hij moet nu gewoon met zijn vieze billen op dat ding gaan liggen, want het is echt niet normaal. Je hebt vieze poep gedaan! Ja, vieze poep gedaan! Jij houdt je adem in, hè? Oh mijn god. Holy shit! Holy shit, het zit op zijn rug, alles. Ja, maar dat is dus het kutte. Want jij bent de hele tijd met hem weg geweest. Waarschijnlijk had hij daarvoor al in zijn broek gekakt. En dan is hij de hele tijd aan het kutten geweest natuurlijk. Ik heb modder gegeten. Heb je modder gegeten? Dat lijkt wel zo, ja. Zo. Ik heb veel, hè. Dat is heel veel, ja. Niet, je moet blijven liggen. Oh, hij zit nu met zijn handen erin, schat. Ja, ik zie het. Je gaat straks maar lekker onder de douche. Je moet je handen achter je hoofd doen, Luciano. Want nu zit je met je hand in de poep. Ik ga je geen hand meer geven, Luciano.
Nee, ik ga je geen hand meer geven. Het hele zakje is leeg. Nou, ik ben blij dat je zelf de steenpapierschaar voorstelde, schat. Steenpapier? Ja. Steenpapierschaar. Lukt het allemaal, schat? Nee. Helemaal bruin. Ja, is helemaal bruin. Jij had dit echt niet gekund. Geef ik eerlijk toe. Luciano, blijf liggen. Ik heb dat hoofdje van hem ook. Jeetje, er liggen stapel doekjes hé, daar. Ongelooflijk. Ja, dat is niet normaal, maar ze heeft echt zoveel ondergesmeerd. Ja, wat een gluurder, toch niet? Ja? Kom. Wat is er? Oh. Wat is er? Je staat er met je blote billen. Wil je niet met je blote billen bij mijn KP-logo staan? Zo, billetjes schoon. Ja, dat is KP-logo, hè? Vind je dat mooi? Je hebt toch geen poep meer in je handen, hè? Nee. Dat mag niet aan het logo, hoor. Ga maar weer liggen. Doe maar een schone luier om. Alles is schoon nu. Jawel. Doe je handjes achter je hoofd? Even niet. Even niet. Soms praat hij zo volwassen of zo. Ik weet niet hoe hij dat doet. Maar soms zegt hij even niet. Gewoon woordkeuze dat ik denk, hè, hoe kan je zo'n woordkeuze hebben? Zo'n klein kind, zeg maar nog. Wat doe je nou? Wat doe je nou? Gekkie. Oh, nee, pas op voor de poep. Oké, ik heb eventjes gekeken, maar ik heb nergens poep op mijn telefoon zitten. Alles is gelukkig schoon. Maar ik moet zeggen, ik vind dit echt een mooi achtergrond. Ik vind het mooi behang. Serieus, ik vind het echt super nice. Blijf maar liggen. En als het goed is, oh, kijk nou, je hebt je luier weer om. Hey, toppie. Ga naar de box. Box, boom. Nee, we helemaal schoon, hè? Onderbroekje. Heeft Maya goed gedaan? Deze van Puppy Patrol? Nee, deze dino's. Dino's, maar dat is een hemdje. Wil je die ook? Ja. Hemdje van dino's. Oh, groot hoofd. Wat een thee. Zo schattig. Zo. Wow. Deze grote. En deze? Paw Patrol. Paw Patrol is gek. Ik zei het verkeerd, hè? Ik zei Puppy Patrol. Het is Paw Patrol, hè? En kissen. Ga maar liggen. Wabbel. Kontje. Ja, dat kan ook. En ook wabbel. Toppie. Ken. Schatje. Ben zo trots op je. En dan heeft hij nu weer... Gaat Enzo nu kleertjes voor je uitzoeken? Ja, knoppen aan kleren. Kijk. Want zijn kleren heb ik ook daar nu. En dan ook een pyjama. Dat is ook vies. Ja, dus ik zou even iets voor... Je kan ook pyjama openstaan, dan die piekertje. Hey, wil je deze aan? Oh, hij vloog zeker niet. Ja, wil je deze aan? Ja, wil je die aan? Op de foto maar. Nee. Oh. Ja, wel. Ga maar naast mij... doe je voeten maar in. Ja, en die... Goed zo, en dan in die. Hoppatee. En dan je arm hier in, en dan in die. En dan ben jij onze eigen... Yay, Pikachu! Ja, hij ziet er goed uit hoor, Luciano. Schone luier, hoppakee. Zelfde kleur als deze. Ja, zelfde kleur die. Ja. Nou, ik ben echt trots op je schat. Nou, volgende keer ben ik misschien de lul, maar gaan we zien. Ja, geloof ik. Volgende keer ben ik misschien de poep. En zo. Ja. Ja, ga met de auto spelen. Deur dicht? Ja. Oké. Okay. Gaan wij dan met de auto spelen? Ja. Wat doen jullie? Gekkies. Wat doen jullie, joh? Gekkies. Hoor je dat? Verstoppen. Nee, niet verstoppen. We gaan eten. Gaan we eten? Kom. Virginio, rustig doen met je broertje. Rustig. Kom maar. Kom, we gaan eten. 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 Let's go. Kijk hoe die van de trap af gaat. Eet smakelijk allemaal. Smakelijk eten. Smakelijk eten. Hap. Dat zal lekker smaken. Eet maar op. Nou, eet maar op. Lekker hoor. Frikandel speciaal. Oh. Ik heb het gewoon hier. Ja, doe maar. En dan kan ik ook nog lekker roeren. Heb je nou precies die saus gedaan op het gezicht van die prinses? Leg je nou je patat op de tafel? Huh? Wow, wacht. Dat zag ik nog geen eens. Wat wil je? Milana, wat doe je? Je frikandel en patat? Ja, ze gaat roeren. Hé, dat heeft ze van mij. Ja, dat roeren snap ik wel, maar dit snap ik niet helemaal. Nou. Ze heeft een nieuw bord uitgevonden. Ja, daarvoor. Ja. Dit is niet helemaal hoe ik het zou doen, maar goed. Ik heb lekker patatje oorlog. En ik heb lekker een frikandel speciaal. Oh!
Wat gaan jullie maken voor leuks? Wil je ook roze? Wil je ook roze? Nou, iedereen is weer lekker druk na het eten. Maar jullie gaan nu iets maken, hè? Badballen of zo? Wat is dit? Bruisballen. Bruisballen. Nou, gaan jullie bruisballen maken? Gaan we dan bij het voetballen? Ja. Let's go. Oké, probeer maar, jongen. Nou, moet ietsjes hoger. Wat ga je doen? Suiker. Ga je barbecuen? Oh, je vergeet je saus. Oh, dat is wel knap dat hij zo terechtkomt. Hé, hey, wat zit daarin? Allemaal suiker. Allemaal suiker. Oh, gaat de suiker weer. Zo. Maar we hebben toch net gegeten. Waarom wil je dan nu barbecuen? Oeh. Is het heet? Zo. Heb je een vleesje erop? Doe je een beetje zout erop? Ja? Zo, lekker hoor. En voor wie ga je dat maken? Doe je de oven aan? Oh. Nu gaat het heet worden, of niet? Tijd voor muziek. 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 Dansen, we dansen. We moeten ook dansen. Gaan we dansen? Op, op. Speel met de barbecue. Woehoe. Lekker dansen. Vlees en groente grillen. Grillen? Grillen? Ja. Groente en vlees grillen. De oven open. Dankjewel. Hamburger. Het is een geweldige dag om te grillen. Grillen. Grillen, lekker. Oh, lekker hoor. Hamburger. Hamburger, krijg je een hamburger voor jou? Ja. En deze? Een worstje met een krokant korstje. Een worstje met een krokant korstje? Grillen. Is dat van worstje. Mij? Worstje. Worstje. Dankjewel, Luciano. Nu mag jij barbecuen. Mag ik nu barbecuen? Ja. Zal ik voor jou wat lekkers maken? Wil je nu voetballen? Doei, ik ga weg. En dan laat hij alles hier zo staan. En dan mag ik zeker gaan barbecuen en dan daarna opruimen. Wat een mooi ventje is het ook. Komt ie, oké? Precies in het raam. Oh, bijna. Op het raam. Oh. Oh, op dak. Oh, Luciano. Gaat hij goed, Luciano? Hij komt precies op de wang. Gaat hij goed, jongen? Hij was precies op je wang, hè? Hij lag weer, kijk. Hij gleed zo naar beneden. Hij stuitte er volgens mij en toen bam. Ja, hij kwam precies eroverheen en hij gleed zo en hij kwam zo tegen de wang. Ja, je bent lekker aan het schommelen, hè? Daar hoog. Weer hoog? Moet je duwen zo? Njong. Njong. Oh, oh, oh. Hij ging helemaal doorheen! Wat? Mega trickshot! Oh my god, hij ging vanaf hier ging hij precies helemaal zo erdoorheen. En ook daar. Wat? Let's go! Ik krijg geen deur op mij. Dat hoeft niet, jongen. Hé, ik had hem er doorheen! Ik had hem er helemaal doorheen! Wat? Dat was geniaal! Oh mijn god. Nou, dat lukt maar geen tweede keer, denk ik. Hoor, dat was echt heel erg sick. Oh, wat een geluk had jij. Wat een geluk. Hij stuiterde twee keer op de rand. Ik zag het via het raam. Oh, bijna. Wat op, hoor. Ik zei ook nog, pas op, hoor. Let's go. Let's go. Alweer eentje. Let's go. Twee achter elkaar! Oh, dat wordt wel heel moeilijk, hè? Het is goed. Hey, ik had hem! Hey! Let's go! Dat is één! Dat is één! Oh, bijna twee! Oh, nu zie je. Wil jij hem ook doen? Oh, bijna de tweede ook al te winnen. Dat is twee, dat is twee. Oh, die niet? Ik wil een bal schieten! Oeh, die ook niet? Ah. Oh, die is bij de buren, sorry. Alweer? Is al de miljoenste keer. Ja, sorry buurman. Oké, dit heb je over van badbal maken? Ja, kijk, dit is de badbal van Luciano en mij. Wow, die is best mooi, hè? Echt mooi geworden, ja.
Deze is van mama, die is kapot. Nee, die van jou? Die is toch goed? Die is toch mooi? Laat hem zo liggen, hij moet even mooi zo blijven. Ja, als je hem zo laat liggen voor een tijd, dan wordt hij wel goed, kun je hem in bad gebruiken. Precies, en als je nu dit wat over is onder de kraan houdt, dan gebeurt er dit. Wow! Wat? Dat is raar! Dat is cool. Kijk die kleuren. Disco, dit! Wow, kijk hoe vet dat eruit ziet. Dat is cool, hè? Nou, dat gebeurt straks ook in bad als je hem gaat gebruiken. Samantha en Shahid, die zijn weer terug. Maar... Oh. Is het huis nu afgebroken? Nee, valt mee. Valt serieus wel mee. We hebben wel, ik denk 4 keer in totaal, alles weer opgeruimd. En toen na een half uur moest het weer. Ja, en na een uur weer. En alles op de grond daar. En kleine balletjes allemaal verspreid. En oi, oi, oi. Maar we zijn hier eigenlijk geen eens aan toegekomen. Maar ik heb in ieder geval een paar partypoppers meegenomen. Zodat je schoonmaak ze weer kan laten schrikken. Wow. Ja, je mag ook eentje hellen. Als je die weer teruggeeft. Als je die inlevert, leg die hier neer. En je mag nooit op mensen schieten. Onmiddellijk. Je mag alleen in de lucht, maar niet naar iemand toerichten. Maar je mag het wel afschieten. En ik heb iets meegenomen. Ik denk dat Milana dit echt heel leuk gaat vinden. Ja, dus doe je ogen maar dicht. Ik denk echt dat jij dit echt, echt heel, heel, heel leuk gaat vinden. Echt heel leuk. Ogen dicht, hè? Die speaker, ik zie het. Doe je ogen maar open. Wat? Weet je wel wat het is? Boek. Weet je wat het is? Een hoppouwer op. Hier, deze is dat rare jongetje dan. Voor je ogen maken? Omdat dat Enzo is. Dit is wel echt serieus. Geef je me daarom kusjes? Dat ik het ben. En weet je wat serieus en geniaal is, dames en heren? Dit is een Knolpower doeboek. Meer dan 30 pagina's met allemaal leuke spelletjes. Kruiswoordpuzzels, doolhofje. Dus je moet echt van alles nog wat doen. Je Maiwen heeft hem open. Dit is echt serieus geniaal. Staat vanaf nu op knolpower.nl. Maar check hoe nice dit is. Kan je eigen je naam neerzetten, fotootje opplakken. Dat is makkie. Dat is makkie, hè? Er zit niet meer in, hè, lievertje. Kijk. Hier, moet je de 7 verschillen zoeken. Hier kan je knoppen. Hé, wat mis daar? Doe ik nou mijn vinger omhoog of doe ik nou 2 vingers? Ja, oh, waarom is mijn andere vinger? Je hebt hier ineens een oorbel. Ik heb gewoon een oorbel daar. Oh, niet te veel verklappen. Nou, volgende. Kijk, en dan hier moet je allemaal raden welke lijn er naartoe gaat. Is dat A, B, C, D of E? Ja, weet je dat al? Okay. Jij weet het allemaal, hè? Dat is makkie. Nou, doe het dan. Nee. Nou, hier heb je allemaal, kijk, dan kan je een outfitje ontwerpen voor mij. Dobbelstenen, domino en... Nou, echt allemaal. Kijk, deze is ook heel erg leuk. Gamen, Knolpower, subscribe. Je kan allemaal woorden zoeken. En zo heb je nog veel en veel en veel meer. Dus dat staat vanaf nu op knolpower.nl. Dus daar zijn we eigenlijk helemaal niet naartoe gekomen. Want ik zei al in de auto dat ik wat leuke verrassingen had. Maar we hebben zoveel dingen gedaan dat we gewoon hier echt niet naartoe gekomen zijn. Maar goed, de partypoppers mag je allemaal houden. Ja, die laat ik allemaal hier voor jullie. Ik heb nog een knolpower doeboek. Dus die laat ik ook hier achter. En we hebben nog wat andere leuke dingetjes. En één daarvan is deze. En dit is ook wel heel erg jammer. Maar dit, dames en heren, is serieus een kaartenbox. En er zitten 20 kaarten met enveloppen in. Dus mocht het nou zo zijn dat er iemand jarig is, dan kan je een kaartje sturen wat je daarop ziet. Wow, weer een jaartje ouder. Mocht je een feestje vieren en mensen willen uitnodigen, dan kan je deze kaartenbox kopen. En dan kan je deze opsturen naar mensen die je wil uitnodigen. Of misschien een beterschapskaartje wil sturen. Want er zijn allemaal kaartjes waarop staat gefeliciteerd. Ik denk aan je feestje. En er zit één kaartje in, die vind ik echt serieus geniaal. En daar staat op, een complimentje geven is gratis. Dus mocht je een keer een leuk kaartje aan iemand willen sturen, gewoon eventjes omdat je diegene leuk vindt. Of gewoon eventjes omdat je die een complimentje wil geven. Het is bijna gratis. Want als je die kaart wil versturen, dan moet je iets betalen qua postzegel. Maar je kan het natuurlijk ook gewoon geven en dan is het wel gratis. Of nee, je moet deze kaartenbox kopen. Maar het is bijna gratis. Maar het gaat om het idee. Dus dat hebben we ook nog. Dus ik zou zeggen, check even knolpower.nl. Er staan deze nieuwe artikelen op. Echt super gaaf. Check dit, dames en heren. Super vette kaarten, toch? Al deze kaarten zijn allemaal verschillende. Kan je dan gewoon allemaal opsturen naar vrienden of familie. Of... Deze krijg je van mij, maar. Ik vind ze leuk. Ah, dankjewel, jongen. Dankjewel. Dat is toch geniaal? Ja, echt fucking genie. Ja, ik vind het echt super tof. Ik vind het echt leuk. Ja, sure. Heb je scheet gelaten? Lig je er zo bij? Kijk hem erbij liggen, joh. En laat je je scheet. Wat, deze is voor jou. Ik denk aan je. Zo! Dikke poepie gelaten. Ah, dit is niks om meer. Hey, energykaarten, nog meer. Super nice. Nemen we allemaal mee. Heel erg nice. Oh ja, deze ook nog. Dames en heren, de party set staat nu ook online. En in deze party set zitten allemaal leuke dingetjes. Het is goed voor 8 personen. En wat zit hier allemaal in? Staat op de achterkant. Slingers, bekertjes. Ballonnen. Ballonnen inderdaad. Rietjes. Toeter, feesthoedje en nog wat andere spulletjes. Ja, een toeter. Op je waterscooter. Dus een toeter op je waterscooter. Die wil ook op mijn boot.
Dus ja, het is geen toeter voor op je boot, voor je mond. Oh. Dan kan je wel op de boot in je mond. Kan je... Ja. Dus ja, dit is de nieuwe party set, dus dat is ook wel heel erg gaaf. En dit was nog voor nou, Milana en Samantha natuurlijk. Kijk dan, allemaal nieuwe sieraden van Knolpower. Kettingjes en oorbellen. Oh, ja. Ik kom door bij jou. Delen bij mama, hè? Dat is wel gaaf, hè? Deze is van dus hebben jullie. Alles is voor jou. Mama. Dit is voor mama en deze. Oh, mama krijgt de ketting. Nou, dan zijn jullie in ieder geval weer voorradig van genoeg Knolpower spulletjes. Dank je, dank je, dank je. Alsjeblieft, alsjeblieft. Oh mijn god, ja. Kijk al die partypoppers. Doei maatje. Zie je de volgende keer weer, goed? Ja? Ciao. Rustig aan. Tot de volgende keer. Ciao. Nou, hij is volgens mij helemaal kapot. Ciao, ciao. Tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Doei. Ilana. Doei, doei. Tot de volgende keer. Doei, maatje. Tot de volgende keer. Geef me de box. Hey, maat, box. Tot de volgende keer. Doei, doei. Oh, je wou een flesje. Zo, nou, we hebben alles weer mee. Ja, alleen Virginia's sleutel ligt. Pokémon-kaarten laten. We gaan de volgende keer Pokémon-kaarten bekijken. Maar wat ben je mooi aan het kleuren, hè? Heel erg leuk. Doei Milana. Hé, hey, vergeet deze niet, hè. Dan kan je mee in bad later. Die bruisballen. Nou, Milana is chagrijnig. Tot de volgende keer. Ciao, ciao. Bye, bye. Doei. Slaap lekker. Zo, nou, gaan we er vandoor. Kabam. Heeft ze serieus het lampje van Knolpower in zijn fiets? Ja. Geniaal. Oei, joh. Echt tof. Kijk dan, hoe geniaal. Ja, dit is geniaal, man. Nee, deze kun je achter. Dit is dus serieus een lampje van Knolpower, hè, die je gewoon op je spaken kan doen. Kijk. Zo vet. Dit ding staat naar achter. Dit staat helemaal omhoog. Maar kijk dan hoe vet. Oh, kijk, je ziet het Knolpower logo. Het is gewoon een mooi lampje voor op je fiets. Geniaal. Nee, hij is van Virginia. Ja, maar maakt niet uit, toch? Ik kan wel fietsen. Eerst dacht ik dat ik de sleutels was vergeten. Dus toen reed ik alweer terug. Niet naar Sheet, maar toen reed ik richting Milan. Ik dacht even sleutel halen. En toen dacht ik van, oh ja, de sleutel zit in mijn jas. Dus toen kon ik weer terugrijden. En toen was ik boven. En toen dacht ik van, ik ga even een stukje opnemen. En toen was ik mijn camera kwijt. En lag je nog in de auto. Oh, ik ben meteen helemaal in de war, dames en heren. Jeetje, Mina. Ik moet zeggen, vreet wel echt wat energie ook van je weg, hoor. Maar ik heb het wel echt naar mijn zin gehad. En volgens mij de kids ook. Maar die waren nu ook wel aardig gaar, hoor. Die waren ook wel moe en een beetje chagrijnig en... Tijd om te gaan slapen. Zo, dames en heren. Tijd om lekker te gaan slapen. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar de vlog. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Hopelijk zie ik jullie morgen heel graag bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knolpower.